Dat mensen elkaar in de maling nemen bij de viering van een huwelijksjubileum is al jaren bekend. Alleen maakten vrienden van meneer en mevrouw Verhul in Zegveld het wel heel bont. Het bruidspaar werd 's ochtends wakker door gekakel. Maar buiten troffen ze geen kip aan. Totdat ze naar boven keken en ontdekten dat vrienden een kippenhok op het dak van hun huis hadden geplaatst. Een goede grap. Of de twee het kippenhok met inhoud alweer naar beneden hebben gekregen, is nu nog niet bekend.